Het is vandaag de tweede sterfdag van Rini, hè? De laatste paar weken voor die day, zeg maar, speelt het wel door je hoofd heen. Omdat je weet dat je er toch mee geconfronteerd wordt. Rico. Vorig jaar was het natuurlijk nog frisser, hè, verser. Nu zijn we 2 jaar overheen. Maar ja, het blijft hetzelfde, volgens mij. Je bent zoveel kwijt. Je hebt alleen je werk nog even. De rest ben je je doel, je leven ben je kwijt. Nooit zal ik jou nog verlaten. Ik beloof je, ik ga nooit van jou vandaan. Ik zie je nu met andere ogen. Hij had zin in het leven, hij had zin in optreden. Hij had zin in meer opnames. En ja, dat was gewoon zijn hele leven. Maar dan moet de klap toch voor jou extra hard aangekomen zijn toen hij plotseling ineens overleed? Ja. Die is best goed hard aangekomen. Hij is nog hard. Blijft hard gewoon. Ja, het is nu 2 jaar geleden. Ja, oké. 2 jaar. En ik ben er nog. One, two. Ja. Maakt het mij een klein beetje harder? Ik heb jou zoveel gegeven. Jij was voor mij mijn hele leven. Maar dat vond jij niet genoeg. Al wat je vroeg, heb ik gegeven. Bij alle dingen die we deden. Ik heb jou zoveel gegeven. Ik gaf jou die ring van goud. Nou, nu mijn tekst, ja. Maar zo vind ik hem goed. Ik ook. Ja. Alleen een koorwerk nog aan. Koorwerk. Je bent toch alleen. Een laatste dankbaar applaus van de fans voor Rini Valentijn. Applaus dat altijd belangrijk is geweest voor de man die steeds op zoek was naar succes. Daar leefde hij niet van, de fleurde niet op en dan kon hij lachen. Rini's man, Cor Benjamins, was zaterdag bij Rini toen die plotseling overleed. Onverwacht viel je in mijn armen en zag ik het leven uit je voei. God, wat was ik bang. Ik vond dus een leven niet meer te redden was, ondanks de reanimatie. Van de ambulancegroepers, gisteren wel zo overwacht. Alleen is maar alleen, met niemand van geen, in het maar mee je praten. Lieve schat, ik hoef niet te liegen, ik heb enorm veel verdriet. Forever, I'll meet you again, voor eeuwig. Altijd en eeuwig. Rustig, schat. Die uitvaart, dat heb ik goed ingehakt, zeg maar. Ik heb het af kunnen sluiten door Rini's urn naar huis mee te nemen. Ik heb er een bepaalde kracht uitgepeurd, zeg maar, door hem zelf in huis te nemen en zo snel mogelijk. Maar het duurde toch nog 3 maanden eer ik hem thuis kreeg. Maar ik heb het ervoor over gehad en ja. Hij staat hier al. Moet ik me voorstellen dat je dan nog tegen hem praat of zo? De foto. Maar niet tegen die urn. Niet tegen die urn. Ik praat zo wel eens met hem. Van, kom, daar zijn we weer. Ja, op een gegeven moment heb je niet veel meer te vertellen. Ik ben taxichauffeur in Rijsbergen. En ik doe veel deeltaxi, zorgtaxi. Dus veel met oudere mensen omgaan.
Is het niet vreemd om te moeten werken op de dag dat Rini gestorven is? Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dat heb ik toch wel bewust gedaan. Want ja, wat heb je eraan om thuis te zitten? Ga je toch kniezen? Dus ja, het beste is gewoon werken, hè. Beste medicijn, zeg maar. Bevalt het dienstbare karakter van de taxichauffeur je? Ook. Dat vind ik ook heel, heel voornaam. Want jij speelde ook bij Rini een ondersteunende rol. Ja, dat klopt. Je schouwt van alles om het, om het Rini zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dat lukt dan altijd. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ik kreeg op een gegeven moment een doordeweeks krantje kreeg ik in mijn handen. En daar stond een heel klein artikeltje in. En daar heb ik op gereageerd. Maar wat stond daarin, in dat artikeltje? Dat is nu zo langzaam brand als een 19 jaar geleden. Die was dus van de hand van Rini. En hij wou dus niet iemand hebben die dus voor één nacht, zeg maar, hè? Dus voor lange. Daar heb ik op gereageerd. Jij bent de mooiste van alle vrouwen. Jij bent de liefste die ik heb. Jij krijgt in je leven van mij mijn vertrouwen. Omdat ik met jou we hebben, we zijn eigenlijk twee keer getrouwd. Eén keer officieel op het gemeentehuis, 21 september. En de 26 september hebben we het dunnetjes overgedaan voor pakweg 500 mensen tijdens fanclubmiddag. Cor, neem jij Rini tot je wettige levenspartner. En beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet daaraan verbindt. Ja. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Maar natuurlijk. Rini, neem jij kort tot je wettige levenspartner. En beloof ook jij getrouw alle plichten te vervullen die eraan verbonden zijn. Wat is er op jouw antwoord? Ja. Ja. Heel graag. Thuis was je geen artiest. Thuis was je geen artiest. Dan was je meer naar de optredens toe. He, dan ontpopte hij zich eigenlijk echt wel als zijn artiest, als zanger, als Rini Valentijn. Ja, want we hebben zelf ook met z'n tweeën op het podium gestaan. Zelfde kleding aan. Maar het was toch Rini Valentijn. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment toch naar de achtergrond. Hij wilde de spotlights niet delen. Voor zichzelf. Ja, dat vond ik op een gegeven moment helemaal niet erg. Ik bedoel, ik ben toch maar een nuchter mens, nietwaar? Dus nou oké, dan kan ik toch andere dingen doen. Maar ik vond toch altijd wel leuk als mijn stem dus ook bij het publiek terechtkwam en dat de mensen naar mij keken. Is het dan zijn grote frustratie geweest dat hij nooit helemaal landelijk doorgebroken is? Is wel een frustratie van hem geweest, maar heb je goed, ja, goed geheim kunnen houden, zeg maar. Dus binnen de perken. Kijk, als ik dan op een gegeven moment klaar ben met zo'n optreden en je loopt voorbij de mensen en ze roepen je en ze zeggen van, jongen, perfect, geweldig. En ik heb natuurlijk ook wel eens natuurlijk de vraag van, ik snap één ding niet hoor. Waarom jij wel en jij niet en die wel? Waarom breek jij niet door? Ik snap dat niet. Dat hoor je dan heel veel van de mensen. En dan zeg ik, ah, dat kwam ooit nog wel eens. Had Rini twijfel over zijn eigen capaciteiten? Nee. Voor zover ik weet, nee. Nee. Tegen het einde eigenlijk wel, dat de laatste cd opgenomen is, met al die nummers van Mary. Toen kon je eigenlijk al merken dat zijn stem dus wat minder werd.
En dat heb hij zelf ook gehoord. Ik denk dat hij dat zelf ook wel geweten heeft ook. Ja, dat komen we nooit achter. Want hij twijfelde nooit aan het feit van of hij wel goed genoeg was om echt groot succes te krijgen. Nee, daar twijfelde hij niet aan. Hij was altijd optimistisch, zeg maar. Dus ik wil deze single aan jou overhandigen namens Gerard Labhouwers en Suzanne. Dus als voor hier gaat nou zingen. Ik de tekst nog maar kennen, dan weet ik of het niet hebben, zomaar weer. Dames en heren, maak een daad applaus voor de vriend van Ine Valentijn. En dit is, laat even zien aan de mensen. Kom hier maar staan, kom hier. Liegen, liegen, liegen is door Rini geschreven. Het was echt een nummer waarvan hij dus dacht, ja, trouwens ik ook, dat hij daarmee door zou breken. Ja, om dus niet helemaal dood te laten bloeden, zeg maar, dat nummer na zijn overlijden. Kwam er dus heel mooi met John de Bever. Ja, toen vond ik het toch wel leuk, hè, een eer, dat hij dus dat nummer Liegen, Liegen, Liegen op een speciale manier uit wil brengen. En natuurlijk van de zus van Rini. Even uithouden is goed, dat maakt wel even sterk. Erico? Nee? Hij is goed in de rui. Rini had twee zussen. Marta en Anita. En ik heb alleen nog contact met Anita. En die woont hier op een paar honderd meter in de straat achter mij. Hallo, je had wat tassen in bedwang, hè? Ja, ik heb ze vastzitten. Oké. Okay. Soms kom ik thuis van mijn werk. En dan denk ik er helemaal niet aan, hoor. Want je denkt er niet dagelijks meer aan. Wel iedere dag, maar niet heel de dag door. En dan denk ik totaal niet aan hem. En dan kom ik binnen en dan... Dan is het net of ik hem ruik. Dan zeg ik, ben er alweer. En dan heb ik nog steeds. En dat gebeurt heel vaak. Ik heb echt heel vaak het gevoel dat hij... Ja, hij is gewoon bij mij. Dat weet ik gewoon zeker. Draai je nog veel de muziek van Rini? Ja, heel veel. Ja. Ik heb soms dagen bij helemaal niet. Dan wil ik het niet. En dan hoor ik me te veel. Dan ga ik hem missen. Dan komt ja, het verdriet toch weer naar boven. En dan zit ik zo over alles aan te denken en te praktiseren van... Hè, dat was toen zo en dat was toen zo. Alles op rijken. En dan op een gegeven moment, dan wordt het me te veel. En dan kom ik thuis en dan gooi ik mijn cd aan. Er zitten er altijd drie in van ons riem, altijd. En dan gaat hij ook helemaal open. En dan ben ik als stofzuiger en dan vallen de tranen op de grond. Zo moet ik dan huilen, maar dat is even om te ontladen. En als ik dat dan gedaan heb, dan is dat weer goed. Oh.
weer snel uit mijn leven. In mijn dromen ben jij nog elke nacht mijn leven. Wanneer ik niet meer kan zingen, ja dan... Daar leef ik niet meer. Is jouw carrière wel eens in gevaar gekomen? In gevaar? Ja. Ja, toen ik ziek werd. Wat had je? Bij mij was het zo, mijn gal lag te rotten in mijn lichaam. Dat hadden ze hier helaas niet gemerkt, in Roosendaal. Zodoende belandde ik in Rotterdam. Toen dacht ik bij mezelf van nou, het is afgelopen met mij. Het kan niet meer. Maar ik heb heel veel geluk gehad. En niet alleen van de professors en dokters natuurlijk, maar ook van boven. Deze jongen stond... zaterdags was ik thuis, na 6 weken ziekenhuis. En zondag stond ik weer op de planken. En anders? Wat als je niet meer had kunnen zingen? Ja, dan had het voor mij geen zin meer gehad. Mijn leven niet. Als je niet kon zingen, dan bestond hij niet. Nee. Dan leefde hij niet. Nee, als je niet kon zingen, dan was hij ziek. Ja. Ja. Dan was hij niet compleet. Dan was hij niet compleet. Nee. En dan was vroeger bij je thuis al. Dan had je aan het afwassen of het een of het ander. En dan stond hij te zingen en te fluiten. Altijd zingen. Altijd. Echt altijd. Ja. Ja, dat heb ik gewoon van begin af aan al in gezeten. Helaas kan Rini dit zelf niet meer meemaken. Maar ik spreek namens u als fans. Dat Rini hiervan had genoten. Omdat hij weet dat er mensen zijn... die van hem houden. De laatste cd is uitgekomen in november 2006. Ja, dat was een hele aparte happening wel. Want de mensen wisten dus, ja, oké, er komt een cd uit, Rien, die is er niet meer. Ik heb er vannacht niet veel kunnen slapen. Ja, we hebben nou nog een fijne middag. En dan zullen we maar zien, hoor. Zal wel moeten, denk ik. Ja, des te dichter deze dan bij kwam, ja, de emoties die blijven ontspelen natuurlijk, hè. Maar deze opkomst, ja, dat vind ik gewoon hartstikke mooi. En ook de Rini-waarde. Ja. Ik heb dus 1 nummer heb ik toegevoegd aan de laatste cd van Rini. Nummer Vriendschap. 2 weken na zijn overlijden heb ik dat erop gezet, samen met Anita. Dan is het op een gegeven moment is dat afgelopen. Als die middag voorbij is, dan, ja, dan is ook alles voorbij. Jij bent de een die nooit vergeten kan. Het doet verschrikkelijk veel pijn. Het doet heel veel met je. Ja, dat, als je een geliefde af moet geven, ja, dat geldt voor iedereen. Is jouw leven heel erg veranderd sinds de dood van Rini? Ja, zeker. Zeker te weten. Kijk... Ik heb van tevoren zat ik altijd achter die computer. Affiches maken. Post versturen. Er zijn ja, echt tijdsrovende bezigheden. Fanclubboekjes maken. Ja, wie doet dat? Dat flikte ik gewoon. Nou, heerlijk werkte, hè? Dan leefde ik mee in uit. En, ja, dat is allemaal weggevallen. En dat is op een gegeven moment, ja, wat ga je dan doen? Dan stort je eigen op. Je eigenlijke werk. Dan heb je dagelijks bestaan. En verder? Verder zullen we de rit af moeten maken. En hoe dat gaat verlopen, ja. Blijf positief. Want je leeft alleen. Kun je je voorstellen dat er ooit weer iemand anders in je leven komt? Nee. Op dit moment nog niet. Nee, op dit moment nog niet. En lieve, 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 anders kun je niets. Tot er weer op aan u maar hou. En lieve, 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 anders kun je niets. Al zeg je steeds, ik alleen van jou. Ik heb je nu betrapt met die andere vent. Hoe vaak heeft hij jou in ons bed verwend? En lieve, 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 anders kun je niets. Toen gaan we er altijd de beugel mee. En dan jullie even met die handjes. Ik kan er geen vrede mee hebben.
Niet echt. Hij is het eerste en het laatste wat ik doe op een dag. Vrede? Nee. Vrede zal ik hebben als ik ook boven ben.